Meesterbakkers, chocolademakers, antiquaires, couturiers. Ja, als Brussel al één plek zou hebben die de meest verleidelijke van de stad genoemd mag worden, dan is het deze wel, de Zavel. Zelfs bij regenweer. Ik ontmoet hier zo meteen Kaat Tille en ik trakteer haar op een culinaire rondrit op een zeer uitzonderlijke tram. Welkom in Food on Wheels. Hallo. Hoe is het? Ah, zeer goed, hè? De charmante Kaat verschijnt en de zon gaat schijnen. Hè? Zie, hoe voelt het om hier terug te staan? Want hier is het begonnen, hè? Fijn, ja. Ja, ondertussen, ik denk, weet ik veel, 15, 20 jaar geleden zoiets. In de Rijsbroekstraat, hier parallel mee. Ja. En hoe liep dat? Klein plekje waar... De eerste maanden heb ik nogal mogen wachten op mijn eerste klanten, maar nadien heel veel gebeurd. Ja. Sinds die tijd. Dus toch een warm hart toegedragen aan deze plek? Zeker, zeker nog altijd. Zullen we eens gaan kijken? Je kent Brussel echt goed, hè? Hoe kan je... Kaat Tille is modeontwerpster en ze schildert ook. Haar ontwerpen ontmaskeren haar persoonlijkheid. Vol vuur, dromerig en eigenzinnig. Het atelier van Kaat ligt in het groene Asbeek, maar ze komt graag terug in de stad waar het dus allemaal begon. Ja, eigenlijk binnen een paar minuten dat je moet komen, onze culinaire tram. Aha. Heb je dat al eens gedaan, gegeten op de tram? Nee, dat heb ik echt wel nog niet gedaan. Dus laat staan een glaasje champagne. Nu, rijden en alcohol gaat ook niet samen, tenzij je... Als je gereden wordt, natuurlijk. Ja, op onze culinaire tram. Hè. En honger? Vooral zin en nieuwsgierigheid en alles wat er kan bij volgen. Wauw. Je hebt zoiets heel puur. Wacht tot je binnen bent. Ja? Dat is fantastisch. Mooi, hè? Ja. Wauw. Entree. Dankjewel. Goeiedag. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh my god. Ik zie Kaat, ga eens een kijkje nemen. Ja, het is heel aantrekkelijk. Ik vind het mooi. Oh, dat is super. Fantastisch, hè? Kaat, deze stoel is helemaal alleen voor jou. Amai. Ik zal de paraplu eventjes aannemen. Wat een privilege, zeg. Cakejes en chocolade op de tram, dat is één ding, maar dit is nog iets anders. Als aperitief hapje mag ik jou voorstellen een zalmtaartje met een caviar van aubergine op Thaise wijze. Vind ik wel heel... Interessant, boeiend. Ja, ja. Daagt mij uit. Het wordt nog boeiender, want onze sterrenchef Thierry Thijs, nog heel jong, maar 2 sterren alvast op zijn palmarès, is nu voor ons nog een heerlijk gerecht aan het klaarmaken. Hij doet dat in het Trammuseum in Brussel. Wauw. En wat gaat hij op ons bord toveren? Noordzeekrab met asperges. Mmm. Smakelijk. Smakelijk. Vandaag maak ik een gerecht voor Kaat Tille. We gaan hier maken met verse Noordzeekrab van bij ons. De witte asperges, zeekool en vers gedopte erwten. Een beetje allemaal voorjaarsgroenten. We gaan het gerecht afwerken met tal van bloemen en kruiden. En op smaak brengen met een jus van asperges en kamille. We gaan van start met onze witte asperges te kuisen. De schillen gaan we bewaren voor de jus. Die leggen we even aan de kant. Het achterste van de asperge, wat dat soms wat houterig kan zijn, bij de witte wat minder dan bij de groene, die gaan we ook bewaren en eraf snijden. Onze schillen van de asperges en de koontjes die gaan we in een ketel doen. En die gaan we bevochtigen met verse kippenbouillon. Daar gaan we wat kamille aan toevoegen, een beetje inkoken. En straks heeft dat zo'n hele lichte, subtiele kamillesmaak met die smaak van die asperges erin. En dat is heel lekker. Ben je zelf iemand die veel in de potten staat te roeren thuis? Nee. Hoe graag ik eet, hoe graag ik proef. Maar Kaat is veel te veel met haar eigen passie bezig. Maar ik heb wel een aantal kennissen die heel goed kunnen koken. Ja. En ik vraag hen dan om te koken. Ja. Of mijn dochters om te koken. Ik wil ook vragen, wie doet het thuis? Ik krijg eigenlijk altijd lekkere gerechtjes van mijn 2 dochters. Mama, komt jij iets eten? Up. En dan, ja, dat is bij ons een beetje... Ja, mijn dochters leven bij mij op het domein. We zijn niet altijd samen, maar als ze eraan beginnen, denken ze wel aan mij. Dan gaan ze mij erbij betrekken. Ze koken wel trekken.
Die gaan we een paar minuutjes koken in ons zacht kokend water. Van onze overige asperges gaan we lange banen maken met onze dunschiller. Die gaan we rauw gebruiken. Rauw asperge is ook super lekker. We gaan dat heel dun houden en straks enkel op smaak brengen met een beetje peper en zout en een klein beetje azijn. Dan gaan we onze asperges hier tegen oprollen. Onze asperges zijn ondertussen klaar. Die gaan we eruit halen. Normaal gezien koelen we dat af in koud water, maar dat ga ik nu niet doen. Dat mag zelfs nog zo'n heel klein beetje lauw zijn. Dat is aangenamer om op te eten. En hoe ging dat er bij jullie vroeger aan toe? Bij ons thuis was het zo echt de klassieke Vlaamse kost. Met de soep en de aardappelen en het vlees en de groenten en het nagerechtje. En enorm ja, goed gevuld. Want... En regelmatig zal ik dit wel koken. En dan zijn mijn dochters omgekeerd, ook bij mij, om te komen proeven. Dat heeft veel meer met warmte en emotie en melancholie te maken, denk ik. Maar ook de smaken. Ik vind de klassieke Vlaamse keuken ook heel lekker. Ja. Niet om alle dagen te eten. Heel variabel vind ik vooral het heel belangrijke. Dan kunnen we verder met onze zeekool. We gaan de topjes eraf snijden en blancheren. Zeekool is een groente dat niet zo gekend is bij ons, maar ze wint wel meer en meer in populariteit. Het is eigenlijk een groente met een koolachtige smaak, vandaar de naam zeekool. En die gedijt het best, of die groeit het best eigenlijk op ziltachtige bodem, langs de oevers van een rivier of van de Atlantische kust in Frankrijk. Dat kunnen ze vinden in de gespecialiseerde handel of supermarkt. Je moet rekenen van om en bij een gemiddelde prijs van 40 euro de kilogram. Het moet wel heel kort in het kokende water, want ik heb het liefst dat dat nog zo wat kraakt in de mond, heel knapperig is. Ze gaan erin. We gaan ze afkoelen in koud water. Ze hebben er nu ongeveer een minuutje in gezeten. Dan blijven ze mooi krokant. Zo, die gaan we mooi laten afkoelen en dan zijn die ook straks klaar om bij op ons bord te leggen. Naast onze asperges en onze zeekool hebben we ook nog vers gedopte erwten als groente. De peulen in zijn geheel, mooi de erwtjes eruit halen. Heel kort in kokend water en dan hebben we de bolletjes en dan gaan we nog een keer de erwt uithalen en dan hebben we eigenlijk van die halve erwtjes de dubbel gedopte erwten eigenlijk. We gaan er enkel een klein beetje olijfolie bij doen en peper en zout. Kleine Kaat ging van de boeren buiten naar Sint-Lucas studeren. Mm-hmm. Wat doet dat met een mens? Amai, het eerste jaar. Heb ik twee keer mogen doen, natuurlijk. Het was echt van de nonnenschool, van de humaniora naar Sint-Lucas. Want de wereld ging open. Ja, met de goede raad van mijn vader, die zei... Ja, als je het nu niet goed doet, dan gaat je werken. Hè. Ik was toen 15, 16 jaar. Dus ik ben toch maar echt in gang geschoten en ik ben nooit meer gestopt. En de passie is echt... in mij gekropen. Ja, die straalt ook uit, hoor. Dan hebben we natuurlijk nog ons hoofdbestanddeel, onze Noordzeekrab. Wat heb ik gedaan? We hebben gewoon die verse Noordzeekrabpoten, of met de koppen en alles aan. Die poten die koken we maar in 3 à 4 minuutjes in gezouten water, of in de courbouillon, hoe dat u zelf wenst. En dan goed afkoelen. En dan hebben we nog een hele sappige krab. En dat is het belangrijkste, want dan blijven de smaken erin. En onze krab op smaak brengen, heel klassiek, met een beetje verse mayonaise, peper en zout. Oppassen met zout natuurlijk, want die krab is van zijn eigen al zilt. Verse limoenrasp. En dan gaan we mengen. Dan hebben we natuurlijk nog onze jus. Die heeft lang genoeg getrokken. Die kunnen we nu gaan zeven. Onze jus die is nu ook klaar. En straks op het laatste moment gaan we die apart serveren bij onze krabsalade eigenlijk. En die gaan we opschuimen met een klein beetje boter en room. Je hebt lang genoeg in Brussel gewoond om misschien wel Brussels te spreken. Kan je dat nu nog? Brussels? Wel, op de Vlooimarkt daar kom ik... zeer regelmatig. En dan 's morgens ga ik daar ontbijten, een pistolet met kaas. En dan kom ik een koffie met melkje gaan drinken. En dan, als je dan op een terras gaat zitten en je krijgt daar een oude Brusselaar naast u, dan de babbels die daar zijn, ik ga niet zeggen dat ik het kan spreken, hè. Dat niet echt. Maar dat vind ik zo een mooi, lyrische, zachte, fijne taal. We gaan starten
Nu lag je onze crêpe aan te stampen. Dan gaan we onze gekookte asperges erop leggen. Dan gaan we onze zeekooltjes erbij plaatsen. Heel klein beetje opfrissen met een beetje azijn. En dan hebben we onze rauwe asperges natuurlijk nog. Onze erwtjes er een klein beetje tussen. Ik heb thuis ook nog een crème gemaakt van asperges. Dat is van al de koontjes van de asperges die ik volledig gaar kook. En tot een crème draai met een klein beetje goeie boter. We gaan ons bord afwerken met nog wat krokantjes van zuurdesembrood. Ik heb nog wat verse kruiden meegebracht. Een klein beetje zilverzuring. Nog een paar van onze koolbloemetjes. Eén of twee takjes rucola-scheutjes. Zo'n klein beetje pittiger. Rode meldenblaadjes als laatste voor de kleur. Onze crêpe voor kaat en kat is klaar en die gaan we nu serveren op de tram. Zeg eens, Kaat, hoeveel punten op 10 voor het hapje? Oeh, ik geef zeker 9 op 10. Ah, voilà. Er is nog één puntje meer te gaan en ik denk dat het voor het gerecht is van zometeen. Ik denk dat jij er elk moment kan aankomen met onze Noordzeekrab met asperges. Wauw. Ik denk iemand te zien. Denk je, maar inderdaad. Thierry, goedemiddag. Kaat, Thierry, onze firmament. Thierry, Kaat. Alsjeblieft. Wauw. Ik heb voor jullie een salade van onze eigen Noordzeekrab gemaakt. Ik heb daar een beetje voorjaarsgroentjes bij gedaan, vers gedopte erwten, de witte aspergepunten en de zeekool. En apart heeft hij nog een kommetje met ook onze witte asperges en een jus van de asperges afgewerkt met kamille. Laten we eens smaken. Wow, dat het klinkt. Ja. Prachtig. Ja. Zullen we ook eens proeven? Daar zijn we nu heel nieuwsgierig naar. Het oog is verwend, nu de mond nog. Smakelijk, hè? Smakelijk. Oh. Mm. Noordzeekrab, zoals je ze nog nooit gegeten hebt, denk ik. Mm. Nu ben ik wel even aan de zee ook, hè? Heerlijk. Thierry, mogen wij u danken voor het schilderijtje? Heel graag gedaan. Dank u wel. Kaat, mag ik jou bedanken voor jouw enthousiasme en zeggen van eet uw schilderijtje maar lekker op. Ja, en als u thuis denkt van ik wil die Noordzeekrab ook op mijn bord toveren, u kan het proberen, want het recept vind je terug op njan.tv. Bye bye.